Dank u wel, mevrouw voorzitter. De cijfers over de hoeveelheid tests die beschikbaar zijn, zijn niet inzichtelijk voor ons. En ook niet het aantal tests dat gedaan is in de periode 27 februari, het eerste geval, en vermoedelijk, en 6 tot 9 maart. Dus die eerste twee weken die ontzettend bepalend zijn. Mensen die nu sterven aan corona, die zijn toen besmet geraakt. En we weten niet hoeveel tests er toen gedaan zijn. We weten niet hoeveel aanvragen er zijn gedaan. We weten ook niet hoeveel tests er nu beschikbaar zijn. Het EIVM heeft gezegd dat ze die informatie alleen beschikbaar willen stellen als de Kamer daar om vraagt. Die vraag wil ik dus bij deze bij u neerleggen. Kunt u, en ik hoop dat ik spreek namens anderen hier in de Kamer, kunt u de opdracht geven aan het EIVM om alle informatie beschikbaar te stellen over hoeveel tests er gedaan zijn vanaf 27 februari, dus vanaf het begin dat dit begon te spelen, en ook hoeveel tests er überhaupt beschikbaar zijn? Ja. De minister, dat is een concrete vraag. Dat is een hele concrete vraag, ja. Maar die ga ik echt even na. Want de RIVM zal een reden hebben gehad waarom ze niet gewoon het getal noemden, kennelijk. Ik denk dat dat heel veel uitzoekerij vergt namelijk. Maar er is iets anders wat mij doet aarzelen bij het antwoord. Terug? Komt u daarop terug? Ja, dat wil terug? Ik wel doen. Maar er is iets anders wat mij doet aarzelen om op deze vraag in te gaan. Dat is namelijk in het begin is er sprake geweest van contactonderzoek zoals de GGD dat altijd doet. Dus dan is er getest op basis van gewoon een individueel geval waarbij je test, waarbij je contactonderzoek doet om vervolgens de quarantainemaatregel te kunnen doen op het moment dat het blijkt dat het een positief getest iemand is. Dus dat is een hele andere manier van testen. En omdat de circulatie van het virus in Brabant nu is zoals die is, is die manier van testen gewoon niet meer vol te houden. Dus we hebben natuurlijk ook een hele veranderde testpraktijk gekregen. Dus de vraag is of überhaupt het antwoord op de vraag zoals u die stelt tot enige conclusie zou kunnen leiden. Dat heeft gewoon te maken namelijk met welke keuzes je maakt in het testbeleid. En dat we nu de keuze maken in het testbeleid zoals het nu is, heeft alles te maken met gewoon de schaarste die er is. Punt. Ja, nee, dat is helder. Dat begrijp ik ook. En ik begrijp ook uw opstelling ten opzichte van Roche. En ik sluit me aan bij de heer Klaver dat we graag heel korte termijn verslag willen van wat dat gesprek oplevert. En ook zou ik graag willen een toelichting waarom dat gesprek niet al eerder is gevoerd. Dat hadden we ook vorige week al kunnen doen. Dit is niet nieuwe informatie dat dat bedrijf een semi-monopolie heeft op deze tests. Maar het gaat mij nu even puur om het verleden. Waarom kunnen we die informatie krijgen? Daar krijg ik dus nog een reactie op. Maar het tweede, u zegt, ja, er zijn meerdere manieren van testen en klassieke test wordt verlaten of zijn we in ieder geval op zoek, dat is allemaal tot uw dienst. Maar er wordt steeds gezegd, er is een tekort aan tests. Waarom kunnen wij niet een absoluut getal krijgen? Waarom kunnen we niet te horen krijgen hoeveel tests er dan zijn? Ja, okay. Hoeveel tests er geproduceerd worden? Wat nu de opbouwcapaciteit is? Dat soort zaken. Dat is toch heel relevant voor ons? Ja. Daar wil ik een duiding van doen, maar dat doe ik dan in de brief van volgende week. Want anders moet ik al die mensen op het ministerie terugroepen van het front om dit soort brieven te gaan maken. We maken één brief per week voorafgaand aan debat, dus ik doe dit. Ja. Ik probeer deze duiding te geven in de brief van volgende week voorafgaand aan debat. Nog één keer dan even tot slot. Wat, voor de duidelijkheid dus, het RIVM heeft aangegeven, Van Dissel heeft aangegeven, dat in principe die informatie er wel is, maar dat hij hem pas geeft op verzoek van de Kamer. Klopt. Dus ja, sluit u zich dan bij deze dus bij ons verzoek aan? Nou, ik heb gezegd, ik bel even met RIVM wat de achtergrond was van dat antwoord en dat ga ik ook gewoon even doen. En het antwoord krijgt u volgende week in de brief die we gaan sturen. Prima.